Darling, won't you stay, won't you stay? Our love will never change, stays the same. Hey en welkom terug bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Abdallah en zoals ik had beloofd ga ik jullie meenemen in een zoektocht naar een job, oftewel mijn droomjob. The subtle games that you are playing, you don't even know I exist. You got me on your hit list. Oké, ik sta hier nu voor de werkwinkel van de VDAB en waarom sta ik er eigenlijk nu? Dat is eigenlijk om iets duidelijk te maken. Want ik heb namelijk gehoord dat heel veel mensen twee dingen door elkaar slaan. De VAB en de VDAB. En dat zijn twee totaal aparte organisaties, bedrijven zal ik maar zeggen. De VDAB is namelijk een Vlaamse overheidsdienst die aanbod geeft voor werkzoekenden. Of zoiets, momentje, eventjes eens checken hoe dat wordt geformuleerd. De VDAB is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt en vooral als taak het heeft werkzoekenden te bemiddelen en te begeleiden naar werk. Wat houdt dat nu eigenlijk in? Vanaf je u hebt ingeschreven als werkzoekende gaat de VDAB samen met jou op zoek naar een job die bij jou past. Je kan ook heel wat opleiding volgen om jezelf wat bij te scholen of een nieuwe carrièrewending aan te gaan in jouw leven. Alles is mogelijk via de VDAB, alleen zal je zelf je inzet moeten tonen dat je het echt wilt. Toen ik mij had ingeschreven bij de VDAB, hing het eigenlijk heel snel. Achter een week werd ik al uitgenodigd op een gesprek bij de werkwinkel in mijn regio. En daar kreeg ik iemand toegewezen die mij zal begeleiden in de eerste 3 maanden om zo snel mogelijk een job te vinden. Alleen heb ik daar een klein beetje een slechte ervaring mee, omdat de persoon mij vooral behandelde, of ik kreeg het gevoel dat de persoon mij behandelde alsof ik net van school kwam, dus net afgestudeerd werd, terwijl ik al 2 jobs of 2 werkervaringen achter de rug had en dus wel wist wat er op de werkmarkt of de arbeidsmarkt te vinden was. Maar goed, na de 3 maanden dat ik nog altijd geen job had gevonden, had de werkwinkel of de persoon die mij begeleidt mij doorverwezen naar een jobcoach bij RiseSmart. Dat is een afdeling van Randstad, het interimkantoor, wat dat supergoed is. Maar daar zal ik in de volgende video meer over vertellen. Deze video is vooral een informatieve video over de VDAB. Dus vond jij deze video leuk, breng zeker vast een blauw duimpje uit. En mocht jij nog niet geabonneerd zijn en toch mijn avontuur willen blijven volgen, abonneer je dan even door op die rode abonneerknop te klikken onder mijn video. En dan zie ik jullie graag de volgende keer terug bij een gloednieuwe video. Maar voor ik helemaal afsluit zeg ik altijd, just be happy, be proud and be yourself. Love you, see you and bye! Done.